weer kijkt. Tijdens mijn vakantie is de maand december begonnen. Helaas, het was natuurlijk heerlijk op vakantie. Maar ik kon dus nog niet beginnen aan mijn adventkalender. Ik heb deze gigantische box gekregen van de Body Shop. En ik ben ontzettend nieuwsgierig wat erin zit. Ik ben dan best wel ouderwets dat ik dan niet van tevoren al de box open ga maken. Dus ik ga nu met jou de eerste 15 hokjes openmaken en kijken wat erin zit. En ik ben ontzettend benieuwd wat erin zit, want ik heb dus expres geen blogs of vlogs bekeken die ze al open hebben gemaakt. Dus het is voor mij ook helemaal nieuw. De box is van de Body Shop en het staat voor 24 Days of Beauty Advent Calendar. Dus 24 vakjes zijn er open tot aan kerst, want kerst is, begint op 25 december. En nou, als ik hem dus open maak, het is echt een gigantisch ding. Hij is niet zwaar of zo hoor, maar hij is wel echt gigantisch. Dan zie je dus dat alle vakjes een beetje door elkaar staan. Hier, helemaal aan de andere kant. Zet vakje 1. Even kijken of dit werkt op deze manier. Ik vind het toch ook wel zonde om er aan te zitten. What's behind door number 1? Oh! Nou, misschien wel makkelijk voor vandaag, maar ik heb hem dus heel subtiel uit elkaar gevouwen. Maar hij is wel makkelijker openen zo. Dus wat zit er in vakje 1? Ah, de lip butter in mango. Zit heel mooi verpakt met folie eromheen. Oh, krijg ik er helemaal vakantie vibes van. Dus de lip butter met mango flavor zat in vakje 1. Ik weet eigenlijk niet of alle boxen hetzelfde zijn. Dus of ze dan allemaal mango hebben. Dus als jij ook zo'n box hebt opengemaakt, wil ik heel graag weten welke geur in jouw eerste vakje zat. Nou, dan gaan we door met vakje 2. Ze zitten allemaal door elkaar. Dus hier is vakje 2. Nou, het is wel goed dat ik nagels heb. Vakje 2. Ah, dat is, het matcht wel goed. Het is de shower gel met mango geur. Oh, het is ook weer zo lekker. Vakje 3. Ik moet dus echt iedere keer heel erg lang zoeken. Ik ben misschien niet zo heel goed in. Hier is vakje 3. Ah! Sterretjes, daar ook van. Het is een heerlijk zeepje in de vorm van een sterretje. Het ruikt een beetje naar vijgen of bosbessen. Ik ben daar niet zo goed in. Maar ik vind het in ieder geval wel heel erg lekker. Het ruikt zoet. En daar hou ik wel van. Hier vakje nummer 4. Ook die gaan we openmaken. Dit is aan het begin van elk vakje een soort openingetje. Dit is de shower cream. Coconut shower cream. Oh, die ruikt ook echt heerlijk. Ik gebruik namelijk altijd een kokos shampoo. Dus deze past daar echt perfect bij. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Het zijn allemaal kleine cadeautjes. Vakje nummer 5. Die heb ik wat sneller gevonden deze keer. Die zit namelijk hier. En het is een heel langwerpig vakje. Dus ik gok op een lipstick of een potlood. Oeh, wat is die? Jongens, ik wou bijna... Het is een popcadeau. Nou, ik denk dat het ergens naar beneden is gevallen. Maar dat vind ik een beetje zonde om nu die hele doos open te gaan drukken. Dus ik ga gewoon door met het volgende vakje. Nou, geen Sinterklaas cadeautje voor mij, de 5e. Oké, we gaan gewoon door met vakje nummer 6. Hopelijk zit daar nog wel wat in. Oh, ik heb vakje nummer 5 ook gevonden. Die ligt hier namelijk diagonaal te zijn. Even of je het kan zien. Maar het is dus een vuil. Echt super fijn, dat krijg je net nodig. Maar goed, vakje nummer 6. Anyway, vakje nummer 6 dus. De
Het is ook een shower gel. Het is de Pink Grapefruit. Het is een hele lichte kleur. Oh, die ruikt ook echt naar grapefruit. Het is heel fris. Het is meer iets voor voorjaar, vind ik. Maar ja, het zijn wel super handige maatjes, want ze kunnen ook zo lekker mee in je handbagage. We zijn alweer bij vakje nummer 7, jongens. Het gaat snel. Ik word er wat beter in, heb je het door? Ah, kijk aan. Weer een heel erg leuk zeepje. In de vorm van een hartje. Liefde is. Deze ruikt meer naar aardbei, denk ik. Nou, vakje nummer 8 heb ik ook gevonden. Die zit op de andere helft. Die zit hier. En dat is ook weer een heel groot vakje. Ik zou denken dat ik bij vakje 8 wat handiger in ben, maar nee hoor. Ook hier zit een shower gel in. En dat is de Strawberry Shower Gel. Ik ben dus op 9 december jarig en dat is ook het grootste vakje. Dat zegt wel wat, hè? Speciaal voor mij. Oké. Het grootste vakje is ook wat moeilijker te openen. Het is echt lastig, jongens, dit. Maak er wel een beetje herrie. Zou het ook een hint zijn? Het is een wimperkruller. En nou moet ik zeggen dat ik al heel lang... Ik maak hem even open, anders raak ik het. Het is dus een wimperkruller. En ik moet zeggen dat ik al... vroeger gebruikte ik het wel. En ja, ik heb het een beetje soort van herontdekt, denk ik. Dus ik wil daar eigenlijk al eentje aan gaan schaffen. Dus hier ben ik extra blij mee. Want dan kun je dus je wimpers eigenlijk liften. En worden ze nog langer. Perfect dus. Oké, gaan we weer even op zoek naar het volgende raampje. Ah, zijn we bij nummer 10 aangekomen. Nummer 10. Nummer 10 is een body lotion, oftewel een whipped lotion zoals ze het noemen. En dit is de mango geur. En die hoort dus bij de shower gel met mango. Heerlijk. We zijn alweer bij vakje 11. Dat is dit vakje, ook weer een heel erg groot vakje. We gaan hem openmaken. Nu de box wat leger wordt, wordt hij ook wat gammeler. Nummer 11. Oeh, kijk nou, wat leuk. Ik weet dus nooit hoe je dit uitspreekt. Maar het is dus zo'n lekkere spons. Voor onder de douche. Of voor het bad natuurlijk, kan ook. Dat zijn echt van die dingen die ik nooit voor mezelf koop. Dus ik vind dit wel echt een heel erg leuk cadeautje. So, on the 12th day of Christmas. We zijn bij nummer 12. Moet ik even, ik leg het even neer. Heel voorzichtig daaruit getoverd. Het is dus ook een zeepje in de vorm van een dennenboompje. Super schattig. Ik dacht dus dat het peach was, maar ik heb geen idee wat voor geur dit eigenlijk is. Het is in ieder geval heel zoet. Een hele warme geur. En ook heel lekker. Nou, dan zijn we dus bij vakje 13 aangekomen. Dat is weer een langwerpige. Het is een heel smal vakje. Oh, echt. Ik denk dat ik bij vakje 24 hier goed in word of zo. Ah, kijk nou. Ja. Het is een potloodje dus, denk ik. Maar ik ga het er even uit frimmelen. Ik heb hem hoor. In vakje nummer 13 vinden we dus een zwart oogpotloodje. Eye Diviner Crayon Kohl. En ook dit is zoiets waarvan ik laatst dacht, eigenlijk heb ik gewoon weer een basis zwart oogpotlood nodig. En die zit er gewoon in. En dan de tijd voor het volgende vakje. Vakje nummer 14. Kijk, dat is weer zo'n mooie grote. Ik weet niet waarom, maar
Oké. Een soft facial cleansing sponge. Ah, wat fijn. Dus dit is zo'n sponsje waar je bij je geen make-up remover nodig hebt om je gezicht schoon te maken. En onlangs heb ik een doekje gekocht. Die heb ik ook al gereviewd op mijn blog. Daar ben ik ontzettend tevreden over. Maar ik heb er een gaatje in gemaakt. Dus deze is heel erg welkom. Dan heb ik een nieuwe. Dat is deze. Het is een coconut hand cream. Nou, ik kan het dus heel erg goed gebruiken, want ik kan het niet zo goed laten zien, maar ik krijg dus altijd hele soort open wonden op mijn handen als het zo koud wordt. En de hand cream heb ik dan echt nodig, ook weer in mijn tas, om eventjes bij te smeren. Die kan soms zo enorm veel pijn doen. Dus ik ben hier echt super blij mee en coconut is toch wel een van mijn favoriete geuren. Nou, dat waren ze dan. De eerste 15 dagen van december, adventkalender van de Body Shop. En stiekem heb ik eigenlijk wel heel veel zin om de overige vakjes open te maken. Maar ja, het hoort niet, hè? Nou, mocht je deze box zelf hebben, of je krijgt hem, of je wilt hem hebben, ik vind het echt een aanrader. Ik zou het zeker doen. En het is ook ontzettend leuk om als cadeautje te geven, want ja, je ziet hoeveel lol ik had met de pakjes openmaken. En ik ben pas op de helft. Wat trouwens goed is om te weten over de Body Shop, alle producten zijn dierproefvrij, dus ze zijn niet getest op dieren, diervriendelijk. Daarnaast zijn ook veel van de producten vegan of vegetarisch. Nou, mocht je benieuwd zijn naar hoe het zit, vegetarisch, vegan, dierproefvrij, ik heb er een blog over geschreven en ik zal een linkje hieronder achterlaten. Ben jij nou ook benieuwd naar de overige vakjes? Laat me dat dan weten. Want stiekem wil ik ze wel openmaken, maar misschien ben jij wel net zo ouderwets als ik en vind je ook eigenlijk dat dat niet hoort. Ik hoop dat je mijn filmpje leuk vond. Zo ja, duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Fijne feestdagen en ik zie je online.